Informatiebeveiliging is tegenwoordig een dagelijkse zorg om cybercriminaliteit tegen te gaan. Denk maar aan virusbesmettingen, ransomware, hacks en spyware. Ook ondervinden MKB-bedrijven hier steeds vaker last van, met alle gevolgen van dien. Wat die gevolgen precies zijn en wat er tegen gedaan kan worden, daar kan Dennis Rempe, directeur van Redcoat IT BV, ons meer over vertellen. De gevolgen van cybercriminaliteit voor MKB-bedrijven kunnen verstrekkend zijn. Dit kan leiden tot dataverlies, systemen die uitvallen en zelfs het stoppen van de hele bedrijfsvoering. Dit heeft grote financiële consequenties en daarom is het van groot belang dat ook het MKB zorgt dat hun omgeving en systemen goed beveiligd zijn tegen cybercriminaliteit. Het is voor het MKB erg belangrijk om een goede partner in de hand te nemen die voor de systeem- en databeveiliging zorg draagt. Deze partner zorgt voor bedrijfscontinuïteit en ook in geval van calamiteit voor herstel van de systemen. Daarnaast is het belangrijk dat de partner en de opdrachtgever om tafel gaan om te kijken hoe voor de toekomst de beveiliging, zowel op technisch vlak als ook voor trainingen en gedrag, in de toekomst kan worden geregeld. MKB-bedrijven kunnen ervoor zorgen door de experts in huis te halen die daadwerkelijk gecertificeerd zijn op het gebied van informatiebeveiliging. Anders vertaald is het wat moet er gebeuren, welke data moeten beschermd worden. En door te weten wat de omvang is, weten ze ook aan de achterkant van bijvoorbeeld een tablet of een computer wat er aan en uitgezet moet worden. Dit geeft ook een mate van veiligheid. Mocht er een virus uitbreken, blijft de data wat al eerder gedraaid heeft op een laptop beschermd. De belangrijkste tip wil ik iedereen meegeven om goede endpoint security op de laptop of desktop neer te zetten. Dit voorkomt een hele hoop ellende in de toekomst.